Mijn naam is Roel van de Beker en welkom bij het Wintersport Weerbericht van Wintersporters.nl. Het is 9 november en er is natuurlijk heel veel gebeurd de afgelopen dagen in de Alpen. Laten we meteen eventjes gaan kijken naar het radarbeeld van gisteravond, want dat was eigenlijk toch wel typerend voor het, ook het afgelopen weekend. Opnieuw zagen we grote hoeveelheden neerslag die met name aan de zuidkant van de Alpen vielen. We hebben het dan vooral over het grensgebied tussen Italië en Frankrijk, wat de afgelopen dagen al zo erg getroffen was. Die neerslag die zien we mooi vanuit het oosten tegen de Alpenhoofdkam aan worden geblazen. En met name hier in het zuidelijk gebied van West-Italië, daar zien we dus grote hoeveelheden. Maar dat geldt ook weer voor het uiterste zuiden van de Franse Alpen. Laten we daar nog heel eventjes op inzoomen, want de afgelopen dagen hebben dus met name dit gebied, en dat is ook goed terug te vinden in onze wiki, als je kijkt onder Zuidalpen. Er is een speciaal gebied aangewezen waar Rogier dus woont, maar wat dus heel vaak van deze situatie profiteert met veel sneeuw. Bovendien hadden ze daar een lage sneeuwgrens, dus die hebben daar echt wel van kunnen profiteren. Het gold natuurlijk ook voor de Italiaanse Alpen, maar verder naar het noorden, richting Zermatt, daar is ook veel sneeuw gevallen, maar pas op grotere hoogte. En nou, dan hebben we het dus ongeveer over 2500 meter. De komende dagen, dan ziet het er niet goed uit. En dat maakt dit webcambeeld eigenlijk al duidelijk. Als we kijken naar een webcam uit Ischl, dat is Oostenrijk, nou, daar is de sneeuw heel ver te zoeken. In de buurt van de Idalpen op 2300 meter, daar moet het skiseizoen over 2 weken gaan beginnen. En nou, als je dit webcambeeld ziet, dan zie je dus dat er nog heel veel moet gebeuren. Zowel qua kunstsneeuw, maar ook natuursneeuw. Want anders vrees ik dat het een beetje droevige gebeurtenis gaat worden. De komende dagen zien we namelijk een hoge drukgebied in de buurt van de Baltische Staten. En dat stuurt met een zuidoostelijke stroming warme lucht of relatief zachte lucht vanuit het zuiden over de Alpen. De zon keert op uitgebreide schaal terug en tot diep in de volgende week zien we die zonneschijn aanhouden. Dat betekent dus dat er geen verse sneeuw in het vooruitzicht is. En dat in tegenstelling tot het oosten van Europa. Daar zien we aan de andere kant van het hoge drukgebied juist koude lucht naar het zuiden afzakken. En daar profiteert de Balkan de komende dagen van, of het komend weekend, begin volgende week van. Tot in Noord-Griekenland zou het daar tot sneeuw kunnen komen. In schril contrast dus tot de Alpen. Dat zien we ook terug in het ensemble van München, dat is representatief voor zeg maar, Oostenrijk. Dat geeft de temperatuur aan voor een hoogte van ongeveer 1500 meter. We zien de rode lijn, dat is de normale lijn. De normale temperatuur op 1500 meter is tussen 0 en 5 graden. En de komende week zitten we daar eigenlijk structureel zo'n 5 graden boven. Daarnaast zien we nauwelijks neerslag optreden. Dat zou eigenlijk hier op deze balk onderaan zichtbaar moeten zijn. En die slaat absoluut niet uit. Dus het blijft gewoon droog. De zon die schijnt op uitgebreide schaal. En het blijft dus nog steeds wachten op die dump, met name voor de noordkant. Of die gaat komen, laten we hopen dat de tweede helft van november meer voor ons in petto heeft. En dat gaan we natuurlijk blijven volgen.